Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Nee. We hebben nou weer een staaltje van gezien. Ja, want heb je het allemaal bekeken weer in die Tweede Kamer? Met het debat over Groningen. Ja zeg, en daar ging die weer, die Rutte. Voep, ze hadden hem bijna te pakken. Zo, en dan, oh nee, en voep, en toen ging die toch nog, ja. En toen glipte die paling toch weer de emmer uit. Ja, zo ging het. Zo is het gegaan met Rutte weer. Ja, hij komt er altijd mee weg, vrienden. Ja, en van links en van rechts, de hele oppositie, ze waren en ze zijn helemaal klaar met het kabinet, maar ook zeker ook met de Mark. Ja, dus nou, dat was duidelijk. Zelden zo uitgesproken, ja. En toch, hup, daar was je weer, de paling, en weg was je weer, ja. En hij zat rustig op zijn telefoontje te kijken. En dat maakt mensen woedend gewoon. Ja, daar kunnen heel veel mensen heel slecht tegen. En hoe komt dat nou, vrienden? Want hij kreeg de ene zware toespraak naar de ander naar zijn hoofd gegooid, die Rutte. Ook van die Omtzigt, want ja, die kwam keurig uitleggen waarom hij zo verschrikkelijk gefaald had. Maar hij zit rustig op zijn telefoontje, de Mark. En waarom? Want het is een toneelstukje, vrienden. Ja, en hij, de Mark, die heeft het script al lang gelezen. Dus die weet al precies hoe dat gaat aflopen. Dus die zit zich eigenlijk daar te vervelen. Die denkt, god, wanneer is dit klaar? Dan kan ik weer weg. Ja, en die pakt dan zijn telefoontje en die zegt, nou ja, tik me maar op mijn schouder als het klaar is. Dan pak ik mijn tasjes weer en dan ga ik vrolijk naar huis. Daar hebben we naar zitten kijken. Want die coalitiepartijen, die doen toch niks. Nee, wat denk je nou? VVD, D66, ja. Babbel. En de babbel. En die andere ook. ChristenUnie, CDA. En die vinden het allemaal maar best. En dan vraag ik me af, als jij nou in die fractie zit van een van die vier, hoe ga je dan naar huis? Want die weten ook van, ja, dit kan zo niet langer. Nee, dat weten zij toch ook? Ja. Maar die stappen gewoon keurig in hun autootje. Ja. En die rijden vrolijk naar huis. En dan denk je bij mezelf, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Heb je dan zelf, heb je even leuk in de achteruit? Kijk, spiegel, heb je even gekeken en tegen jezelf gezegd, nou, dat is goed gedaan. Ha, nee toch? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, vrienden? Daar ben ik dan mee bezig. En dat je dan naar huis belt. Zie je het voor je? En je hebt dus dat allemaal, je hebt het kabinet overeind gehouden, je hebt Rutte laten zitten. En dan bel je naar huis. En wat zeg je dan? Zeg je dan van, ha, hij ging lekker hoor.